Partijgenoten. Partijgenoten. Diepe twijfel en grote vastberadenheid. Die enorme tegenstrijdigheid die zinderde boven de Dam, boven die tienduizenden mensen die vorige week donderdag daar bijeenkwamen. Uit protest tegen de gruwelijke aanslagen in Parijs. Ik stond ertussen op die Dam en ik voelde het ook. De twijfel. Zijn we veilig genoeg? Zijn onze vrijheden nu echt in gevaar? Doen we genoeg om dit in Nederland te voorkomen? Ieder van ons daar voelde de twijfel. Maar er heerste minstens zoveel vastberadenheid. Want wij laten onze open, democratische samenleving niet kapotschieten door fanatici. Omdat onze vrijheid in al zijn kwetsbaarheid vele malen sterker is dan de hardstalen kogels uit het machinegeweer. Omdat we onze individuele twijfel en onmacht kunnen overwinnen met een gezamenlijk antwoord. Want wij, met elkaar, van alle afkomsten en geloven, staan voor een vrije en verdraagzame samenleving. En we pikken het niet als extremisten en radicalen dat kapot willen schieten. De gemeenschappelijke twijfel, of de gemeenschappelijke vastberadenheid, die wint er dus van de twijfel. En dat stemt hoopvol. Maar niettemin blijft de twijfel knagen. Want waarom zijn er in onze samenleving jonge mannen die de cultuur van de dood omarmen? Welk bizar ideaal hebben zij dat ze daarvoor willen sterven? Welke waarden koesteren zij? En vooral, waarom is de voedingsbodem van wederzijds onbegrip of zelfs haat zo vruchtbaar? Ook in Nederland. De zoektocht naar de antwoorden op deze vragen, die is ongemakkelijk. Maar liever een ongemakkelijke zoektocht dan vluchten in makkelijke reflexen. De reflex om weg te kijken. Om haat en vijandschap met gelijke munt terug te betalen. Om de twijfel en de angst te overschreeuwen. Om blind te zijn voor wie de vijand is en wie de bondgenoot. De reflex om terug te vallen in de simpele patronen van wij en zij. Want let wel, er is wel degelijk sprake van een wij en een zij. Maar niet de stereotype en polariserende wij en zij langs religieuze of etnische scheidslijnen. Nee, wij, dat zijn de mensen die de vrijheid, de tolerantie, de vooruitgang, de democratie koesteren. En dat zijn er heel veel. En ze zijn van alle religies, van alle gezindten, van alle geaardheden en van alle etniciteiten. En zij, dat zijn zij die de gekoesterde Europese waarden verachten en bestrijden. Soms zelfs met geweld. En dat zijn er veel minder. Maar het zijn er wel te veel. En als we de eenheid willen versterken, dan moeten we onze eigen waarden scherper en zorgvuldiger definiëren. We moeten het wij-gevoel losweken van afkomst en religie. En we moeten het vervangen door een wij-gevoel dat is gebaseerd op essentiële waarden, zoals vrijheid, tolerantie, emancipatie, vooruitgang. Als we het Nederlanderschap nou eens in die waarden durven definiëren, waar je ongeacht je afkomst of je religie voor kunt kiezen en waar je bij kunt horen, dan bouwen wij aan een gemene deler die past bij onze mooie en inclusieve samenleving. En ik realiseer me dat zoiets allemaal veel minder tastbaar klinkt dan de flinkheid van bewaking en repressie. En ik ben niet naïef. Veiligheid kan niet zonder de inzet van politie en veiligheidsdiensten. We hebben het nodig. En het is goed dat het er is. Maar die mooie belofte van het naoorlogse Europa, die belofte van een vrije samenleving zonder angst, die realiseer je uiteindelijk niet alleen langs de weg van vrijheidsbeperkingen en geweren. En wat ben ik dan trots dat wij de mensen hebben die ons voor durven gaan op die andere weg. Ahmed Marcouch, Eberhard van der Laan, Ahmed Abu Taleb, Lodewijk Asscher, maar ook Soufiane Mebarki, de onderwijzer op de VMBO in Amsterdam-West, of Yassine Tournoglou, wethouder in Eindhoven, stuk voor stuk PvdA, zonder een grijntje naïviteit, maar met de moed om hun nek uit te steken en makkelijke reflexen te vermijden. PvdA'ers die durven twijfelen, durven zoeken. Partijgenoten, wij hebben de ideeën, we hebben de mensen en we hebben de vastberadenheid die nodig is om echt te bouwen aan die mooie belofte van vrijheid. Partijgenoten,
Twijfel en vastberadenheid. Ik voelde het daar op de Dam vorige week. Ik voel het ook hier, op het congres. Ik zie het in veler ogen. Er sluipt twijfel in de partij. Doen we het goede? Doen we het goed? De vastberadenheid die domineert het officiële congresprogramma en terecht. Zowel gisteren als vandaag bleek dat de sociaaldemocratie in staat is om nieuwe antwoorden op nieuwe uitdagingen te formuleren. Onder leiding van Ad Melkert wordt een vastberaden koers linksom uit de crisis geschetst. En Jan Hamming en zijn commissie laten zien dat we een einde kunnen maken aan het onbehagen van machteloze mensen tegenover grote instituties. En ze schrijven het op met een overtuiging die weinig ruimte laat voor twijfel. Vastberaden op weg naar onze idealen. Ad en Jan, heel veel dank daarvoor. En toch knaagt de twijfel. Velen buiten deze zaal, en misschien ook wel in deze zaal, hebben moeite het pad te volgen dat wij hebben gekozen op weg naar onze idealen. En dat is niet zo gek. Toen deze coalitie 2 jaar geleden begon, stond Nederland er slecht voor. In de achterhoede van de Europese economie, stijgende werkloosheid, met een volledig vastgelopen woningmarkt. Jaar na jaar snel stijgende kosten in de zorg, zonder dat patiënten daar veel voor terugkregen. Maar wel met zorg multinationals als Meavita, die met hun faillissement een spoor van vernieling aanrichten. En schandalen in de ooit zo geliefde woningbouwcorporaties. Verpersoonlijk door de megalomanie van de Maserati-rijder. Nederland dreigt haar zelfvertrouwen te verliezen. En wij besloten als partij dat we niet wilden kiezen voor de gemakkelijke weg. De gemakkelijke weg van niks doen, omdat je dan niks fout kan doen. De gemakkelijke weg langs de zijlijn, omdat je dan anderen de schuld kan geven. Wij kozen voor die andere weg. Wij voelden ons verantwoordelijk om Nederland uit het dal te halen. En we wisten dat er daarvoor veel moest veranderen. Veranderingen die onzekerheid veroorzaken. En dan ook nog eens in moeilijke economische tijden. En dus eigenlijk op het slechtst denkbare moment. Maar we wisten ook dat de politiek door angst of verdeeldheid de afgelopen 15 jaar alle goede momenten al had laten lopen. En we weten dat de verzorgingsstaat moet veranderen om haar te kunnen behouden. Die veranderingen die zorgen voor de twijfel. Het is de vertwijfeling van de mevrouw in haar rolstoel die me hier op een ledenraad vanuit die hoek daar vroeg waarom er toch zoveel moest veranderen in de sociale werkvoorziening. Ze was daar al zoveel jaar gelukkig, zei ze. Laat mij daar toch zitten. Emotie in haar stem. Want in deze samenleving, zo zei zij, want in deze samenleving is er anders toch geen plek voor mij. En even voelde ik de aanvechting om haar gewoon gelijk te geven. De plannen weg te gooien en alles te laten zoals het is. Totdat de letterlijke betekenis van haar woorden tot mij doordrong. Want in deze samenleving is er anders toch geen plek voor mij. En toen wist ik het zeker. Wij mogen nooit berusten in een samenleving waarin er voor sommige mensen geen plek is. Omdat in onze idealen een goed leven niet het geluk van enkelen is, maar het recht van allen. En dus veranderen we de sociale werkvoorziening wel. En realiseren we 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidshandicap buiten de sociale werkplaats, bij werkgevers. En het levert onzekerheid op. Twijfel. Hoe gaat het dan verder met de sociale werkplaats? Zijn er genoeg werkgevers bereid om banen vrij te maken? En niemand van ons zal die onzekerheid onderschatten. Maar praat met Peter, de autistische jongen die een baan vond buiten de sociale werkvoorziening. Hij kon een hypotheek nemen. En vooral, hij vertelt 's avonds met trots aan zijn vrienden in het café dat hij bij de supermarkt werkt. Praat met hem en je weet het. Partijgenoten, dat is waarom wij het doen. En ook de enorme veranderingen in de zorg veroorzaken twijfel. De afgelopen maanden trof ik op mijn wekelijkse vrijdaagse stage bij Fiolieke, de wijkverpleegkundige, vele mensen verward en boos aan over de aanhoudende onzekerheid. En er waren de reportages op televisie, het politieke gedoe, de bangmakerij,
Het droeg allemaal bij aan de twijfel. Wat zou er in 2015 allemaal gaan gebeuren? Het is inmiddels 2015. En ik maak op mijn vrijdagen ademloos mee hoe zich in de zorg een kleine revolutie voltrekt. De afvinklijsten, de protocollen van het Centraal Indicatieorgaan Zorg, ze gaan weg. Vanaf nu bepaalt de wijkverpleegkundige zelf wat er nodig is. En dat lijkt iets kleins. Maar het is alsof je zuurstof in het benauwde systeem gaat blazen. Niet langer naar nummers kijken, maar naar mensen. Naar de man die na zijn beroerte zijn insulinepen niet meer kan hanteren. En die in het oude systeem dan rücksichtloos gewoon 10 minuten wijkverpleging elke ochtend per dag had gekregen. Zonder perspectief. En die nu, in de eerste weken, extra tijd krijgt. Een half uur, een uur per dag met ergotherapie. Om te leren die pen weer vast te houden. Zodat hij het over enige tijd gewoon zelf weer kan. Of de man die door zijn brisante overgewicht de trap niet meer op durft. En dus huishoudelijke hulp krijgt om de was te doen. Want de wasmachine, die staat boven. Maar die nu van een strenge violieke te horen krijgt dat de verzorging iedere ochtend een kwartier langer gaat blijven. Op voorwaarde dat hij met de verzorgers 2 keer de trap op en neer loopt. Zodat dit over een tijdje zelf weer lukt. Het lijkt zo eenvoudig. Het blijkt heel bijzonder. Gewoon kijken naar wat iemand heeft. Naar wat iemand kan. Naar wat iemand wil. En dan samen bepalen wat de beste zorg is. Ik kijk ernaar en ik vraag me af waarom Nederland eigenlijk zo lang heeft geaccepteerd dat systemen bepalen welke verzorging of verpleging je krijgt. En ik weet ook dat deze verandering niet van vandaag op morgen vervolmaakt is. Ik weet ook dat de onzekerheid, de budgettaire krapte en de ontslagen in de huishoudelijke hulp nog veel van onze aandacht zullen vragen. En dat zullen we doen. Maar tussen al die twijfel galmt in mijn achterhoofd de verzuchting van Violieke afgelopen vrijdag. Ik krijg eindelijk mijn vak terug. Daarom, partijgenoten, doen we het. Het schandaal is niet dat we de zorg veranderen. Het schandaal is dat dat de afgelopen 15 jaar nog niet is gebeurd. Lief congres, ik hoor u tijdens het applaus bijna denken. Dat kan hij mooi vertellen. Maar intussen staan we wel op 11 zetels in de peilingen. En staan we op straat VVD-beleid uit te leggen. Ja, toch? Alle campagnelogica en alle adviseurs die zeggen dat ik deze enorme olifant in de zaal niet moet gaan benoemen. Maar laten we dat toch maar even doen. Want die olifant die hoort daar namelijk helemaal niet. De Partij van de Arbeid zit in deze coalitie omdat we daarmee onze idealen kunnen realiseren en nergens anders voor. Want voor het eerst in decennia werken wij weer actief aan een rechtvaardige inkomensverdeling. Meer belasting voor hoge inkomens, minder belasting voor lage. En staat Jetta Kleinsma dan VVD-beleid te verdedigen? Als mensen met een onvolledige AOW er voor het eerst in jaren weer flink extra geld bij krijgen? Nee, dat is van ons en u mag het Jetta met trots navertellen. En verdedigt Lodewijk de VVD als alleenstaande ouders met een minimumloon er maar liefst 10% op vooruit gaan? Natuurlijk niet. Dat is van ons. Dat is van de Partij van de Arbeid. En daar zijn we trots op. En de hervormingen in de zorg, die zijn ook van ons. Want zouden we de eer van het teruggeven van het vak aan de wijkverpleegkundigen en van het terugbrengen van de zorg naar mensen dan aan de VVD gunnen? Het zou een belediging zijn voor onze man in het kabinet. Want ik ken er maar eentje die genoeg creativiteit, genoeg doorzettingsvermogen en genoeg sociaal-democratisch richtingsgevoel heeft om deze enorme operatie te laten slagen. En dat is onze Martin van Rijn. Man, wat ben ik trots op jou. En nadat er 15 jaar alleen maar is geklaagd en intussen kabinetten ook met de Partij van de Arbeid erin het uit de hand lieten lopen, voeren we nu de strengste bonus- en topinkomenswetgeving van Europa in. En dat staan Jeroen en Ronald niet in opdracht van de VVD te doen. Nee, ze trotseren de liberale weerstand, ze bevechten dit voor ons, voor de Partij van de Arbeid. En dan het bieden van meer zekerheden aan flexwerkers. De aanpak van schijnconstructies.
Het zijn doornen in de ogen van geharde liberalen. Het zijn kroonjuwelen van de sociaaldemocratie en Lodewijk gaat het doen. En partijgenoten, er is meer, veel meer. De woningbouwcorporaties worden weer van ons. Eindelijk krijgen huurders straks echte invloed. Krijgt de lokale democratie het voor het zeggen en krijgt de markt dus het broodnodige tegenwicht. We investeren eindelijk weer echt in een duurzame economie met duurzame energie. De banken worden aan strenge eisen gebonden. Het evenwicht is terug in het Midden-Oostenbeleid na de ontsporing onder het vorige kabinet. Partijgenoten, als ik zo nog even doorga, dan halen we de borrel niet. Dit is een Partij van de Arbeid-coalitie met Partij van de Arbeid-bewindslieden. Die niets voor niks de beste waarderingscijfers krijgen. En met Kamerleden zoals Otwin van Dijk en Loes Uitma, die niet voor niks tot de meest effectieve parlementariërs behoren. Ons team, onze resultaten en ik ben er trots op. Maar die olifant dan? De compromissen? De nederlagen? Dat VVD-beleid? Het gemopper? Ja, ook. Allemaal. In een land waarin je samen moet werken en politieke strijd moet voeren om verder te komen, zijn compromissen nodig, leid je soms een nederlaag en krijgt ook de ander wel eens de zin. En dus is er gemopper. Maar partijgenoten, ik weet niet hoe het met u is, maar ik wil niet terug naar de jaren van negatieve non-compromissen. Als jij niet aan mijn hypotheekrente komt, kom ik niet aan jouw ontslagrecht. Bange politiek, slecht voor het land. Omdat er hoog nodig iets aan de hypotheekrente moest veranderen. En ja, ook aan het ontslagstelsel. Want onze trots op dat onaangeroerde ontslagrecht sloeg langzaam al in twijfel. Toen ik zag hoe angstaanjagend snel het leger flexwerkers groeide, zonder enige bescherming. Wat hadden zij dan aan onze stoere onverzettelijkheid? Twijfel, samenwerking, compromissen. Politiek doen ze soms pijn. Maar ik verkies de pijn boven de verlamming. Want wij willen verder. Er is nog zoveel te doen voor de toekomst. De werkloosheid moet verder omlaag. De welvaart moet eerlijker verdeeld. Onze economie moet sterker, duurzamer. En daarvoor is onder andere een nieuw belastingstelsel nodig. Met lagere belasting op werk, rechtvaardiger belasting op vermogen en groenere belasting op consumptie. En de politieke strijd zal daarbij gaan over de vraag hoe we deze wensen betalen. En de verschillen zijn duidelijk. Wij willen het economisch herstel gebruiken. CDA en D66 willen het mes zetten in zorg, lerarensalarissen, in uitkeringen. In de Tweede Kamer, daar winnen we die strijd. Maar of we de strijd ook in de Eerste Kamer zullen winnen, dat hangt af van de uitslag van de verkiezingen op 18 maart aanstaande. En die verkiezingen gaan dus tussen partijen die het herstel mogelijk hebben gemaakt en partijen die dat herstel in de knop willen breken door nu weer verder te willen bezuinigen op sociale zekerheid, op zorg. Man, ik heb zo'n zin in die campagne. Dus partijgenoten, we spreken één ding met elkaar af. We smijten die olifant uit de zaal. En we gaan met opgeheven hoofd en overtuiging de campagne in. Want we zien dat onze koers resultaten oplevert. Mensen vinden nu weer werk. Er worden meer huizen verkocht en verbouwd. En voor het eerst in jaren houden mensen weer wat meer over in hun portemonnee. Het is allemaal nog broos, maar het werkt. En dit is dus het moment om vastberaden te zijn en vertrouwen te hebben dat de veranderingen die we doorgevoerd hebben goed zullen uitpakken voor ons land en voor de mensen. Ons land verdient meer zekerheid. Ons land verdient meer vooruitgang. Ons land verdient meer verdraagzaamheid. En de Partij van de Arbeid heeft daarbij Nederland nog zoveel te bieden. Dus ik hoop dat u met mij, met Lodewijk, met Marleen, met Janne Wietske, met Art, Stijn, Tjeerd en al die anderen de komende maanden campagne gaat voeren, de straat op, de pleinen op, ons verhaal van de Partij van de Arbeid vertellen voor Nederland. Op naar een hele mooie uitslag op 18 maart. Thank you.